Goedendag kijkers, mijn naam is Bram van Johannes de Heer Muziekinstrumenten en vandaag zit ik bij de gloednieuwe Johannes Studio 260, het instopmodel van het bekende merk uit Ede. De Johannes Studio serie is al jaar en dag een populaire lijnorgels bij ons in de winkel. En met deze nieuwe modellen krijgt u een aantal behoorlijke high-end eigenschappen voor een instapprijs. Het design, de kleuren en het speakersysteem zijn allemaal vernieuwd. Maar het allerbelangrijkste wat vernieuwd is, is dat nu deze Johannes Studio serie echte samples heeft. U hoorde mijn collega al spelen op Kampen en nu zal hij een stukje spelen op de Oude Kerk in Amsterdam. Mijn naam is Wim Alblas. Graag laat ik jullie iets horen op het nieuwe Johannes Studio 260 orgel. In dit orgel zitten onder andere stemmen van Kampen en de Oude Kerk in Amsterdam verwerkt. Thank you.
Het design is een beetje moderner opgefrist, met rechte lijnen en gouden accenten in plaats van zilveren accenten. En ook de kleuren zijn aangepast, zoals deze nieuwe charcoal black, met prachtige donkergrijze accenten. Naast charcoal black heb je uiteraard ook andere keuzes in kleuren. Zo komt hij uiteraard in blank eiken. En heb je ook de moderne kleur Nautilus Teak en wengen. Uiteraard heeft Johannes bij deze studioserie ook het speakersysteem een upgrade gegeven. Net als voorheen is het een 2.1 set, maar ditmaal heeft het een subwoofer van 170 watt, waarmee zelfs de laagste klanken van de bovenkerk in Kampen goed te horen zijn. Daarnaast heeft het 4 full range speakers, met wel geteld 2 versterkers van 80 watt. Dus in totaal heb je een prachtig speakersysteem wat in woonkamers genoeg volume en volheid brengt om alle klanken in detail weer te geven. Dan wil ik het uiteraard over het belangrijkste bij deze studioserie hebben. De samples. Nu krijgt u bij het instapmodel voor Johannes dus echte samples zoals die ook in de live-serie te vinden zijn. Wij hebben het nagevraagd bij Johannes en de samples zijn identiek aan die van de live-serie, niet te onderscheiden. Oftewel, hele hoge kwaliteit live-samples in deze nieuwe studio. Welke orgels zitten dan in deze studioserie, hoorde ik u zeggen? Dat zal ik u vertellen. Als eerst, voor romantisch, heeft Johannes gekozen voor de Oude Kerk in Amsterdam. Voor barok zit het orgel uit Dresden erin. Voor de historische orgelklank heeft Johannes gebruik gemaakt van het enorm populaire Hiens-orgel in de Bovenkerk in Kampen. En voor symfonisch zitten er wel geteld 2 verschillende orgels in, namelijk die van Raalte en die van de Notre Dame in Parijs. Bij de symfonische stijl heeft Johannes dus gebruik gemaakt van maar liefst 2 verschillende orgels om zo de perfecte symfonische stijl te creëren. Maar daar stopt Johannes niet. Waar Johannes ook heel populair om is geweest, is hun solo stemmen zoals de panfluit en trompet. Nou, voorheen kregen ze dat eigenlijk pas bij Johannes bij de open serie. Maar nu zit het dus ook verwerkt in deze nieuwe studioserie. Een mooie panfluit en een hoge kwaliteit trompet om zo'n prachtig solo stuk te spelen. Mijn collega zal nu een stukje spelen op het symfonische orgel in combinatie met de trompet en panfluit.
Zoals u kunt horen, wordt het orgel prachtig weergegeven op deze nieuwe Studio 260. Maar het heeft niet alleen te maken met de sample sets. Dat heeft ook te maken met de nieuwe techniek achter de galm. Hier zit namelijk ook Johannes' bekende Studio Convolutiegalm in. Dit is een studio kwaliteit galm met meer dan 48.000 verschillende reflecties per seconde. En ook die zit nu in de Studio 260 verwerkt. Daarnaast kunt u net zoals bij alle andere sample orgels van Johannes verschillende dingen aanpassen aan de klank. Zo heeft de convolutiegalm ook 12 verschillende soorten reverbs. En kunt u de microfoons waar het is opgenomen in de kerk verplaatsen naar verschillende plekken. Zo kunt u de microfoons plaatsen bij het klavier, voor in de kerk, midden in de kerk of helemaal achterin om zo'n totaal ander beeld van het orgel weer te geven. De Johannes Studio Serie is te bestellen in verschillende varianten. Zo is er vandaag gespeeld op de Studio 260, wat een tweeklaviers variant is. Maar er is uiteraard ook een drieklaviers variant, genaamd de 360. En een kabinetversie met drie klavieren, genaamd de P360. Kortom, met de nieuwe Johannes Studio Serie krijgt u behoorlijk veel orgel voor een relatief klein prijskaartje. Vindt u deze orgels nou interessant? Kom dan langs bij ons in de winkel in Sliedrecht. Wij hebben hem namelijk staan en daarmee kunt u hem rustig bespelen en beluisteren onder het genot van een kopje koffie of thee. Mijn collega's en ik staan dan ook klaar voor u om het nodige uit te leggen of te adviseren. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen in de winkel, klik dan op de link in de beschrijving om er meer over te weten. En mocht u de nodige vragen hebben, dan kunt u ons ook altijd mailen of bellen. Dat staat ook in de beschrijving. Dan bedank ik u voor het kijken. En vond u deze video nou leuk? Laat dan een like achter en abonneer op ons YouTube-kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer.